Hallo jongens en meisjes, het tweede deel van een draak met laagde vlees en pannenkoeken. Geen ei, maar een draakje. Nog nooit had Elise zo snel en zoveel pannenkoeken gebakken. Eén voor één waren ze in de bek van het blauwe draakje verdwenen. Want dat het een draakje was, dat was wel duidelijk. Hij had een blauwe staart met rode stekels, grote poten, met scherpe klauwen, een blauw lijf en uit zijn rug groeiden rode vleugels. De rij stekels op zijn staart liep helemaal door tot aan zijn kop en er kringelde een beetje rook uit zijn neusgaten. Uit zijn bek staken grote hoektanden. Het was duidelijk een draak. Nou ja, een drakenbaby. Hij was tenslotte net uit het ei en hij sliep. Hij snurkt, grinnikte Jelmer. Ja, wel een klein beetje, hè? Jelmer aaide het slapende draakje over zijn kop. Het draakje zuchtte tevreden. Niemand mag weten dat wij hem hebben, hoor. We houden hem geheim. Ook voor papa en mama. Ja, natuurlijk, voor hen helemaal. Zij vinden het nooit goed dat we hem houden, want we mochten ook geen hondje, weet je nog? Elise knikte. Heb jij nog geld? Vroeg ze. Geld? Vroeg Jelmer. Waarvoor wil je geld? Als wij het geheim willen houden, kunnen we niet om eten voor hem vragen. Dat zullen we zelf moeten kopen. Jelmer voelde in zijn broekzak. Er kwam een touwtje uit en een knikker en de huissleutel en een oud snoeppapiertje. En ertussen glommen twee munten. Dat is alles. Boven ligt ook nog wat geld van onze verjaardag. Jelmer deed zijn schoenen uit en sloop naar binnen. Mama was bezig de blaadjes van de kamerplanten één voor één af te nemen. Heel voorzichtig opende hij de deur naar de gang, glipte erdoor en ging zachtjes naar boven. Gelukkig kraakte de trap niet. Snel pakte hij het geld en ging dezelfde weg weer terug. Hij keek om de deur en mama was nog steeds met de planten bezig. Op zijn sokken sloop Jelmer achter haar langs en al snel was hij door de keuken in de bijkeuken, waar zijn schoenen stonden. Snel trok hij ze aan en stormde naar de winkel. Toen Jelmer terugkwam met zijn armen vol pannenkoekenmix, stond de draak te bibberen op een van de boomstammetjes. Elke keer als het draakje naar de grond keek, piepte het luid en het nieste. En bij elke nies kwam er een vlammetje uit zijn bek. Hij is ergens bang voor, zei Elise. Het lijkt alsof hij het gras eng vindt. Ja, maar vanmiddag stond hij toch ook in het gras, zei Jelmer. Toen hij uit het ei kwam, bedoel ik. Ja, misschien was hij toen te hongerig en had hij het niet gemerkt. Ja, dat zou wel kunnen, zei Jelmer. Hij keek om zich heen. Hij moet onze boomhut in, zei hij toen. Daar is geen gras. Hij staat nu ook niet in het gras en toch is hij heel bang. Misschien is hij wel bang voor de grond. Jelmer keek haar peinzend aan. Draken worden natuurlijk altijd hoog in de bergen geboren, dacht hij hardop. Daar voelt hij zich natuurlijk het meeste thuis. Dit is misschien gewoon veel te dicht bij de grond. Misschien heeft hij wel laagtevrees. Laagtevrees, zei Elise. Zou dat bestaan? Ik heb er nog nooit van gehoord. Zwijgend dachten ze na over het idee. Ja, het was ergens wel logisch. Waar anders dan hoog in de bergen zouden draken kunnen wonen? In sprookjes was dat ook altijd zo. Ik denk dat je gelijk hebt, zei Elise. Hij moet de boomhut in. De draak huppelde nog steeds angstig piepend op het boomstammetje. Hij keek even naar beneden, piepte luid en nieste handjoe, handjoe, twee keer. Een grote steekvlam verschroeide het gras. Er is het niesende draakje op zijn kleine boomstammetje, maar alles beter dan bij de grond. Zie je? Ja, hij kijkt ook echt wel een beetje angstig, hè? Hoe krijg je een bange draak in een boomhut? Met een pannenkoek in haar hand liep Elise naar het draakje. Ze hoopte maar dat hij niets zou doen. Weet je zeker dat we hem hiermee naar boven kunnen lokken? Vroeg ze. Ze hadden de tuintafel bij de boom gezet. De tuinstoelen stonden er ook. En samen hadden ze hun fietsen erboven opgetild. En op de fietsen lagen kussens. En daar weer bovenop stond het keukentrapje met het skateboard. Ze hadden maar niet de meubels gebruikt die mama had buiten gezet. Want als er wat stuk gaat.
Nee, deze stapel spullen uit de schuur was misschien een beetje wankel, maar wel het beste. Hun fietsen bijvoorbeeld waren toch al oud. Als daar iets mee gebeurde, was dat niet zo erg. Voetje voor voetje schuifelde Elise naar het draakje. Die stond nog altijd te bibberen op het boomstammetje. Kom maar, draakje, zei Elise zacht. Ze stak haar hand uit. Kom maar, kom maar. De draak rookte de pannenkoek en gooide snel zijn kop opzij. Hap, weg was de pannenkoek. Huh! Elise gilde. Dit doe ik niet nog een keer hoor, zei ze. Hij had bijna mijn hand op. De draak keek alweer naar boven. Ik ga mijn hengel pakken, zei Jelmer. Maar je kan hem toch niet met een hengel naar boven tillen? Jelmer zei niets en rende naar de schuur. Bak snel nog een paar pannenkoeken, riep hij. Elise had al 6 pannenkoeken gebakken toen Jelmer eindelijk uit het schuurtje kwam. Waarom duurde het toch altijd zo lang bij hem als hij iets moest zoeken? Nou, ik heb hem hoor. Hij is wel een beetje gebroken, zei Jelmer. Heb je al een pannenkoek klaar? Pak er maar één, wat ga je er dan mee doen? Let maar eens op. Jelmer deed een pannenkoek aan het haakje. En toen snapte Elise het. Ik klim in de boomhut, zei ze. Dan lok ik hem verder naar boven met de andere pannenkoeken. Jelmer klom ondertussen op de stapelstoelen, kussens en fietsen. De pannenkoek bungelde aan zijn hengel. En hij hield hem vlak boven de draak. Pak hem maar, draakje, riep Jelmer. Hij is voor jou. De draak hapte ernaar, maar Jelmer trok hem heel snel weg. Met zijn neus volgde de draak de geurende pannenkoek. Voorzichtig stapte hij op de tuinstoel achter de pannenkoek aan. Jelmer bewoog de pannenkoek nog iets dichterbij naar de boom en het draakje volgde. En hij klauterde over de stoelen, over het trappetje en het skateboard, steeds dichter naar de boom. Toen de draak bijna tegen de boom botste, kreeg hij zijn beloning. Hap, weg was de pannenkoek. Nu jij, Elise. Maar dat had Elise al begrepen. Ze wapperde met de pannenkoek. Kom maar, draakje, hier is nog een lekkere pannenkoek. En de draak snoof de geur op en zette een scherpe klauw in de boom. En zijn achterpoot volgde en langzaam klom hij omhoog. Lok hem naar de touwladder, riep Jelmer. Dat deed Elise en ze zwiepte de pannenkoek vlak voor zijn neus bij de touwladder. En de draak hapte. Mis. Tenminste, de pannenkoek, die zat nog in Elise's hand. Maar nu had de draak de touwladder in zijn bek. Hij sloeg met zijn achterpoten en zwiepte met zijn staart. En zijn vleugeltjes wapperden heen en weer. De boomhut schudde ervan. Klim erboven, draakje, riep Elise. En ze hield nu 2 pannenkoeken voor zijn neus. De draak kromde zijn stekelige rug. En een scherpe klauw greep de touwladder. En de draak trok zich op. Zijn andere klauw kraste op het terras. Grrrk, tot het stevig in het hout zat. En hij kon zich zo optrekken. De achterpoot volgde. Niet veel later zat de draak op het terras. En al 2 pannenkoeken tegelijk. Nou, dat was nog een hele klim voor die draak. Kijk eens. Daar klimt hij. En hier op de touwladder. Wat klimt er door het raam? Daar lag het draakje. Hij sliep in de boomhut. Het was gemakkelijk geweest om hem vanaf het boomterras de hut in te lokken. Elise was gewoon met de pannenkoeken de ladder opgegaan en het draakje was haar gewoon gevolgd. Alleen bij de gebroken treden had Jelmer hem een kontje gegeven. Laten we hem hier slapen, vroeg Jelmer. Het is al bijna bedtijd. Ja, mama zal ons zo wel roepen, zei Elise. Misschien moeten we snel nog extra pannenkoeken bakken voor morgenochtend. Dan heeft hij vast weer honger. Achter elkaar klommen ze de boomhut uit, over het terrasje en via de touwladder naar beneden. Jelmer stookte het vuurtje weer op en Elise deed beslag in de pan. Na 14 pannenkoeken was het beslag helemaal op. Toen ze de pannenkoeken samen met een emmer water bij de slapende draak hadden neergezet, klonk mama's stem door de tuin. Jelmer! Elise! Komen jullie binnen? Het is bedtijd en morgen moet er nog een hoop gebeuren. Gelukkig heb ik het boven allemaal al schoon en opgeruimd, maar ik ben nog niet klaar met de woonkamer en de hal. Hoe lang gaat dat duren, jongens? Jelmer en Elise zetten hun schoenen op de mat in de bijkeuken en liepen op hun sokken door de keuken via de hal naar de trap. Welterusten, pap, riepen ze door de deur naar de woonkamer. Trusten, gromde hun vader terug. Hij was ernstig in gevecht. Met een krant, kijk nou toch. Zo lees je de krant toch helemaal niet. Wat is er met papa? Vroeg Jelmer, terwijl hij achter Elise de trap opklom. Hij is vandaag geïnterviewd voor de krant, antwoordde mama, over de nieuwe regels die hij voor het dorp aan het maken is. Hij had gehoopt dat het er al in zou staan vandaag, maar hij kan het niet vinden. Er is zelfs een foto gemaakt,
van je vader. Jullie vader is zo'n belangrijke meneer in het dorp. Jullie mogen wel trots op hem zijn. Door hem wordt het hele dorp prachtig schoon en opgeruimd. Nou, die moeder is enthousiast, hè? Midden in de nacht schrok Jelmer wakker. Hoor je dat? Jelmer en Elise sliepen samen op één kamer in een stapelbed. Jelmer in de bovenste en Elise in de onderste. Huh? Wat? Het is midden in de nacht, hoor. Ja, dat weet ik, maar ik hoor iets, zei Jelmer. Gekras en gepiep achter het gordijn bij het open raam. En het gordijn bewoog en hun raam ging piepend open. Wat is dat? Wat gebeurt daar? Vroeg Jelmer. Elise zei niks, ze kroop in een hoekje van haar bed. En langzaam ging het raam verder open. En het gordijn schoof opzij. En een donkere schaduw hield het maanlicht tegen. Boem! Er was iets door het raam geklommen. Het bevond zich nu in de slaapkamer. Wat moeten we nou doen? Snikte Elise. Sst, zei Jelmer. Hij kroop zo zacht hij kon naar het voeteneind van zijn bed. Daar lagen allemaal knuffels en andere rommel, maar ook een zaklantaarn. Jelmer zocht onder de oranje beer en hij vond zijn zaklamp en zonder geluid te maken, tilde hij hem op en richtte hem op het raam. Een smalle lichtbundel bescheen wat er in de kamer was binnengekomen en op de grond lag een blauw lijf, half gewikkeld in rode vleugels, grote poten staken onhandig omhoog en een kringeltje rook dampte boven twee neusgaten. Onder het raam lag het draakje. Nou, die miste we natuurlijk ontzettend. Kijk hem nou lief liggen met zijn pootjes in de lucht. Hè? Dat is toch een schatje? Hij miste hun. Ja. En toen is hij gewoon gekomen. Slim draakje. Een draak in de kamer. Wat doet hij nou hier? Vroeg Elise toen ze over haar schrik heen was. Ik heb geen idee. En ze stapte allebei uit bed. Het draakje draaide zich om en keek even naar de tweeling. En tevreden zuchtend legde hij zijn kop op de vloer. Binnen een paar tellen was hij diep in slaap. Misschien vond hij het eng alleen. Hij is nog maar een baby. Jelmer keek uit het raam. Hoe zou hij hier gekomen zijn? Elise haalde haar schouders op. Dat zoeken we morgen wel uit. Eerst moeten we hem verstoppen. Zou hij onder ons bed passen? Jelmer schudde zijn hoofd. Dat past nooit. Misschien kan hij in de kast. Voorzichtig duwde hij tegen het draakje, maar er gebeurde niets. Maar je moet me wel helpen hoor, hij is al veel te zwaar. Volgens mij is hij ook al flink gegroeid. Samen duwden ze het slapende draakje richting hun kledingkast. Elise opende de deur, maar het was al snel duidelijk dat dat ook niet zou gaan. Het slapende draakje zuchtte nog eens diep. Misschien kunnen we beter onze knuffels om hem heen leggen. Dan ziet mama hem niet morgenochtend. Laten we hem maar zo ver mogelijk in de hoek duwen. Toen het draakje in de hoek lag, klauterde Jelmer zijn bed in en gooide al zijn knuffels eruit. Zijn grote oranje beer, zijn twee grommels en zelfs het konijntje dat hij altijd vasthield als hij sliep. Elise legde haar groene grommel naast het slapende draakje en haar berenfamilie en al haar poppen. Jelmer rommelde in een speelgoedkist en haalde er nog twee oude versleten kussens uit die eruit zagen als hondjes. En hij zette zijn brandweerauto ernaast. Alleen als je heel goed keek, zag je dat onder de stapel knuffels en speelgoed een klein draakje lag te slapen. Dat vind ik wel heel slim. Hé, jongens, wat een vreselijke rommel hebben jullie gemaakt, zei mama verontwaardigd toen ze de volgende ochtend de gordijnen opende. Waarom liggen al die knuffels nou op de grond? Ik heb jullie kamer helemaal opgeruimd en schoongemaakt gisteren. Voordat jullie weggaan, is het opgeruimd, hoor. Wij willen niet mee, mam, zeiden Jelmer en Elise tegelijk. De stapel knuffels naast mama's benen bewoog een beetje. Oh, als mama het maar niet ziet. We leggen het dadelijk wel uit. Jelmer sprong uit bed en duwde mama voorzichtig naar de deur. Laat ons maar snel de rommel opruimen, dan komen we zo. Maar, protesteerde mama. Elise was ook uit bed en pakte mama's hand. Ze had gezien dat er een klein beetje rook tussen de knuffels opsteeg. Als mama dat zag, werd het draakje zeker ontdekt. We komen echt zo, mam, zei ze, terwijl ze de deur zachtjes achter mama probeerde te sluiten. Jelmer stond gelukkig precies voor de stapel knuffels, toen de draak ineens zijn kop omhoog stak.
Waarom willen jullie nou toch niet mee naar het strand? Oma gaat ook mee, dat weten jullie toch? Mam, ga nou, wij komen zo. Voordat mama nog een keer de kamer in kon kijken, duwde Elise de deur helemaal dicht en draaide de sleutel om. Precies op tijd, want van de knuffelberg was niets meer over. De knuffels lagen allemaal verspreid door de kamer en ertussenin stond het draakje vrolijk te wiebelen met zijn staart. Snel, zei Elise, kruip uit het raam en neem me mee naar de boomhut. De pannenkoeken van gisteren liggen er vast nog, die moet je hem maar voeren. Jelmer keek uit het raam en hij zag nu ook waar het draakje zijn klauwen in het schuine dak had gezet. De dakpannen waren gebroken en zelfs de dakgoot was verbogen. De draak moest maar niet meer naar hun slaapkamer klimmen. Hij maakte alles stuk. Voorzichtig klom Jelmer uit het raam. Hij vond het heel spannend, maar als een babydraak het kan, dan kan ik het ook, dacht Jelmer. Kijk, alles is stuk. Zie, kapotte tegels en vies. En die moeder en die vader, die houden ontzettend van schoon en netjes. Dat is ook weer wat. Moeten we echt mee? Jelmer zette zijn voeten op het schuine dak. Hij zag het spoor dat de draak had gemaakt. Het liep naar het balkon van de slaapkamer van papa en mama. Kom draakje, dan krijg je eten. Voorzichtig trok hij aan de sokkenketting die ze om de nek van het draakje hadden geknoopt. Allemaal sokken aan elkaar hadden ze zo'n touw gemaakt. Het draakje sprong van het raamkozijn op het schuine dak. Hij gleed een beetje weg en plantte zijn scherpe nagels in het dak. Pang, pang, pang. Drie dakpannen knapten kapot. Toch wel een beetje bang liep Jelmer door de dakgoot. De draak volgde vlak achter hem. Heel voorzichtig klauterden ze naar het balkon. Gelukkig, het gordijn was dicht. Hij sloop verder met het draakje achter zich, via het balkon over de dikke tak helemaal naar de boomhut. Alle pannenkoeken die ze gisteravond snel hadden gebakken, lagen nog op het bordje. En Jelmer pakte de bovenste en gooide hem naar de draak. Die zat al klaar, met zijn bek wagenwijd open. Hap! En de pannenkoek was weg. Jelmer gooide de volgende en de draak ving hem weer op. En zo ging het maar door tot er nog één pannenkoek over was. De laatste moet je ook nog opeten hoor, zei Jelmer. En hij gooide de pannenkoek weer de lucht in. En het draakje ving hem op met zijn neus, maar hij at hem niet op. Hij schuifelde naar Jelmer toe en liet de pannenkoek van zijn neus glijden. Precies in Jelmers schoot. Mag ik hem hebben? Vroeg Jelmer. Hij krabbelde de draak onder zijn kin en ging naast hem zitten. Dat is heel lief, maar hij is echt voor jou. Hij hield de pannenkoek voor de draak. Het beestje keek er even naar, zuchtte eens diep en kroop toen op Jelmer's schoot. Niet veel later was hij in een diepe slaap. Helemaal een vol buikje van de pannenkoeken gaat hij op Jelmer's schoot zitten slapen. Jel, waar blijf je nou? Mama heeft al 2 keer geroepen. Ja, ik kan niet weg, je moet me helpen, hij is te zwaar, zei Jelmer. Hoe bedoel je? Ja, kom nou maar, je moet hem even van me aftillen. Elise zat op de dikke tak en kroop voorzichtig naar de boomhut. Oh, wat lief, zei ze, toen ze haar hoofd naar binnen stak en zag wat er aan de hand was. Vlug ging ze naar Jelmer toe en met haar hulp lukte het Jelmer eindelijk om onder de draak uit te kruipen. Snel, via ons raam, terug naar de slaapkamer. Dan valt het niet op dat we hier al zijn geweest. Zo snel ze konden, klauterden ze terug. Over de tak, via het balkon, door de dakgoot en door het raam. Jongens, hoorden ze mama aan de andere kant van de deur roepen. Ik word nu boos hoor. Sorry mama, riepen Jelmer en Elise tegelijk. We komen al. Ze draaiden de deur weer van het slot en stormden naar buiten. Hier zijn we, onze kamer is weer netjes. Hebben we speciaal ontbijt? In de keuken was de tafel prachtig gedekt. Warme broodjes dampten in het ronde mandje en bij ieder bord stond een gekookt eitje. Er lag ham en kaas en er stond jam en hagelslag en er waren zelfs bakjes met fruit en schaaltjes met yoghurt. Natuurlijk hebben we speciaal ontbijt, glunderde mama. Op de laatste zaterdag van de grote vakantie hebben we toch altijd speciaal ontbijt? In een heerlijke schone keuken. Zijn jullie niet verrukt dat het zo schoon is? Manfred, ben jij niet blij? Bromde papa en hij sloeg de krant dicht. Het staat er nog steeds niet in, het zou op de voorpagina moeten staan. Hij smeet de krant aan de kant. We zullen het eerste dorp zijn met de keutelmeter. Daarmee weet iedereen precies waar hij aan toe is. Een kat mag 2 kleine keuteltjes, een grote hond juist meer en een kleine weer wat minder. Daar wordt dan weer keutelbelasting over betaald.
Hoe groter het dier, hoe meer keutels, dus hoe meer belasting. En van die belasting kunnen we dan weer het hele dorp schoonhouden. Jelmer en Elise keken elkaar aan. Ze snapten er niets van. Als de gemeente er nou gewoon voor zorgde dat iedereen keurig een zakje meenam als ze hun hond gingen uitlaten en de poep opruimde, dan was er toch niets aan de hand. Het staat vast maandag in de krant, zei mama. Of misschien willen ze het liever op tv en wachten ze daarop. Pfff, zei papa weer en pakte een broodje. Met een boze blik naar de krant begon hij zijn broodje te smeren. Houd eens maar een lekker ontbijt, kijk eens eventjes. Dat ziet er heerlijk uit. Jam, kaas, boter, broodjes, eitje, fruit. Lekker hoor. Mama schonk de thee in. Nou, vertel maar eens. Waarom willen jullie niet mee naar het strand met oma? Nou, kijk, stotterde Jelmer. Dat dacht ik al, jullie hebben gewoon geen zin. Nou, jullie gaan gewoon mee en we maken er een leuke dag van. Maar mam, waarom kunnen we niet gewoon thuis blijven? We hebben oma al zo vaak gezien deze vakantie en op het strand is het vast heel druk. Pap, van jou hoeven we toch niet? Natuurlijk wel, zei hij afwezig. Oma verheugt zich erop. Hij pakte zijn telefoon en ging op zoek naar nieuws over zijn nieuwe regels. En wij verheugen ons er ook op, zei mama. Overmorgen is de vakantie afgelopen en moeten jullie weer naar school. Dit laatste weekend gaan we gezellig met z'n allen doorbrengen in het huisje aan het strand. Misschien neemt oma ons wel lekker mee uit eten. Jelmer en Elise zuchten. Het had geen zin om er verder tegenin te gaan. Het was al beslist. Ze hadden al lang bedacht dat ze niet alleen thuis zouden mogen blijven. Natuurlijk was het ontzettend leuk om met z'n allen naar het strand te gaan. En overnachten in het houten huisje op het strand was altijd heel spannend. Maar konden ze hun drankje wel alleen laten? Hoe laat gaan we weg? Vroeg Jelmer. Over een uur, antwoordde papa. Mama ruimt af. Ik bekijk nog even de nieuwsberichten. De tweeling zat onder de boom. Wat moeten we nou doen? Vroeg Jelmer. Ja, laten we dan nog maar wat pannenkoeken gaan bakken, antwoordde zijn tweelingzus. Als hij straks wakker wordt, heeft hij in ieder geval te eten. Misschien blijft hij dan in de hut. Toen ze weer een stapel pannenkoeken hadden gebakken, klommen ze de hut in. Het draakje lag nog heerlijk te slapen. Ik denk dat we de pannenkoeken moeten ophangen, zei Elise. Dan moet hij er een beetje moeite voor doen. Hopelijk wordt hij dan weer moe en gaat hij snel slapen. Dat was een goed idee, vond Jelmer. Elise reeg een touwtje door 29 pannenkoeken en Jelmer hing ze allemaal op. Het draakje had er niets van gemerkt. Die snurkte gewoon door. Waar is de draak? De tweeling zat doodstil achter in de auto. Oma was net thuisgebracht en nu reed papa om het park heen naar huis. Het was al het einde van de middag en allebei dachten ze aan het draakje in de boomhut. Ze hadden gedacht van morgen alweer thuis te zijn, maar opeens wilde papa alle zondagkranten lezen die hij kon vinden. Ze gingen pas rijden toen hij ze allemaal had gelezen en weer stond het interview er niet in. Jelmer en Elise vonden dat niet erg, helemaal niet zelfs. Papa was zo boos dat hij heel hard over de snelweg had gereden. Dat scheelde weer. Maar toch waren ze niet gerust. Hoe zou het met de draak zijn? En de boomhut? En ze hoopten maar dat hun plannetje met de pannenkoeken aan het plafond had gewerkt. Toen ze thuis waren, sprongen Jelmer en Elise de auto uit. Ze renden naar de achtertuin. Bij de voet van hun boom lagen planken op de grond. Het hek van het boomterras was gebroken en het touw bungelde naar beneden. O jee. Stuk. Het dak is stuk. De dakgoot is ook helemaal stuk. Nou, planken. Jongens, dat ziet er niet goed uit. Geschrokken keken ze elkaar aan. Waar was het draakje? Zo snel ze konden klommen ze naar boven. Via het kapotte terras de ladder op de boomhut in. Het was een puinhoop. Door de hele hut lagen losse planken. De stoeltjes waren stuk, de kussens waren gescheurd. De emmer waarin ze water voor het draakje hadden achtergelaten was omgegooid en leeg. Er waren grote zwarte schroeiplekken op de muren. En je kon zien waar het draakje zijn scherpe klauwen had afgezet om bij de pannenkoeken te komen. Bijna alle pannenkoeken waren verdwenen. Er hing er nog één, maar de draak was nergens te zien.
Wat moeten we nu doen? Vroeg Jelmer angstig. We moeten hem zoeken natuurlijk, zei Elise, voordat iemand anders hem vindt. Ze zochten overal. Ze tuurden met een verrekijker naar alle daken in de buurt. Ze keken zelfs achter de struiken en in het schuurtje, hoewel ze natuurlijk best wisten dat hij daar niet kon zijn. Hij hield niet van laag, hij hield van hoog. Jelmer, Elise, kom onmiddellijk hier. De stem van papa. O jee, zou papa hem hebben gevonden? Papa stond voor het huis en keek naar het balkon. Kijk eens hoe het balkon eruit ziet. Helemaal stuk. Wat is dat, jongens? Vroeg hij. Wat is wat? Vroeg Jelmer. Ze konden maar beter doen, alsof ze nergens van af wisten, dacht hij. Dan viel het misschien mee. Ja, dat! Zijn vader wees boos naar het balkon. Het balkon is stuk. En als ik goed kijk naar jullie kamerraam, zie ik daaronder ook gebroken dakpannen. Hij keek nog eens goed. En zie ik nou dat de dakgoot is verbogen? Kunnen jullie mij dat misschien uitleggen? Jelmer en Elise schuifelden met hun voeten en keken naar de grond. Dat hebben wij per ongeluk gedaan. Hoe halen jullie het in je hoofd om daar te klimmen, schreeuwde papa. Nou, hoor ik nog wat? Hij was woedend. Wat moeten de buren daar wel niet van denken, stampvoette hij. En de burgemeester. Hoe kan ik nou nieuwe regels maken om het dorp schoner te maken als mijn eigen huis een bouwval is? Ik zie de krantenkoppen al. Wethouder die schoner dorp wil, woont zelf in een bouwval. Of nee, woont zelf op een vuilnisbelt. Hij sprintte weg naar de straat. Jelmer en Elise keken hoe hij vanaf de stoep naar het huis keek. Ze zagen hoe hij op het tuinpad van de buren over de heg gluurde. Hoe hij vanuit de tuin van de overburen keek of er vanaf daar iets te zien was van de kapotte balkon en de verbogen dakgoot. Ga onmiddellijk naar jullie kamer en naar bed, bromde hij. Morgen praten we er wel verder over. Ja, papa, zeiden ze zachtjes en dikke tranen stroomden over hun wangen toen ze naar hun kamer sloften. Ze zijn wel lief en ze zeggen dat zij het hebben gedaan, maar zij hebben het natuurlijk helemaal niet gedaan. Ze willen het draakje beschermen. Elise opende huilend de slaapkamerdeur en opeens bleef ze stokstijf staan. Ze stopte zo plotseling dat Jelmer tegen haar aanbotste. Wat doe je nou? Vroeg hij snikkend. Kijk, was het enige wat ze zei. Ze wees met haar vinger de slaapkamer in en onder het raam lag het draakje. En om hem heen had hij wat knuffels gelegd en hij snurkte zachtjes. Zachtjes sloot Jelmer de deur achter zich. Kijk daar dan, wees Jelmer. En op het kussen van Elise lagen 4 pannenkoeken. Zou hij die voor ons hebben bewaard? Jelmer klom in zijn bed, daar lagen er ook 4. Hij is wel lief, hè? Ja, maar als papa en mama erachter komen dat we hem hier hebben... Elise maakte haar zin niet af. Kom, we moeten hem weer onder onze knuffels verstoppen, net als gisteren. Toen er van het draakje niks meer te zien was, klommen ze in bed en deden het licht uit. Het enige wat ze nog hoorden was het zachte gesnurk dat onder de stapel knuffels vandaan kwam.